Wat zegt u, mevrouw? Ik heb het net dat hij een feest hebt. Ja, dat klopt. Kom je niet helpen? Ja, ik kom... Ja. Oh. Komt u met me mee? Dan ga ik met me. Dat is helemaal goed. Niet de harde, hè? Nee, het zit er wel een hele tip, hoor. Deze kant op. Echt, hoor. Wat hebt ze voor feestje hier dan? Ja, ze bestaat 5 jaar. Echt hoor? Ja, ja. De buurtkamer bestaat 5 jaar. Nou, wat een feest, man. Ja, dat is een hele titel, hè? Ja. Ja. En we hebben vrijwilligers geworven. Maar gewoon met? En toen dat allemaal eigenlijk zo positief was, toen hebben we gekeken van, welke plek gaan we dan naartoe? Want dat is natuurlijk een hele belangrijke, dat je een goede plek hebt waar ouderen samen kunnen komen. Nou, toen kwamen we bij het centrum, het oude centrum, het gebouw. Het staat er nu niet meer, maar dat kan u zich vast nog herinneren. En dat was in dat café daar vooraan, daar zijn we gestart. Dini, wat is de functie van de buurtkamer? De buurtkamer die is ooit bedacht om mensen een plek te bieden, en met name ouderen, om elkaar te ontmoeten. Niet meer en niet minder eigenlijk, gewoon om contact te leggen. Omdat veel oudere mensen die met de loop, met ouder worden, dan verliezen mensen contacten. Het zijn familie, vrienden. Je hebt ook geen werk, heb je ook niet meer. Dus het risico dat je wat geïsoleerd raakt en vereenzaamd, dat is best wel aanwezig. En we weten ook dat dat gebeurt. Dus om daar op in te spelen, hebben we gezegd van hoe mooi zou het zijn als er een plek is in de buurt waar ouderen wonen, waar je naartoe kan lopen, waar er niks, geen verplichting is. Maar je kunt er gewoon zijn en er zijn altijd gastheren of gastvrouwen die je ontvangen. Je bent welkom en je kunt daar lekker een kop koffie drinken, met elkaar een praatje maken, zodat je op een moment van de dag contact hebt met andere mensen. Dat is het doel. Ik hoop dat deze buurtkamer in de toekomst gewoon nog een hele belangrijke rol blijft vervullen. U weet het, u moet allemaal langer thuis blijven wonen, langer op uzelf, zelfstandig blijven. Nou, daar past de buurtkamer heel mooi in. En we hopen ook dat u nog heel lang ervan kan genieten en hier kan zijn. Ik wil u heel hartelijk feliciteren. Vrijwilligers en gasten met de eerste lustrum. En ga zo door. En nog een hele fijne middag. Dank u wel. Bedankt voor de gastvrijheid. Oh ja. En op naar de volgende 5 jaar. Ja, we doen ons best. Tot ziens. Doei. Tot ziens. Doeg. Doei. Een fijne dag verder. Ja, dank je. Oké, doei.